Namens DVS TV heet ik van harte welkom bij de wedstrijd DVS 33 tegen Huizen. We gaan voorbeschouwen zoals u van ons gewend bent. Dat doen we met trainer Roeland ter Berge. Goedemiddag Roeland. Goedemiddag jongen. Roeland, vandaag de hekkensluiter Huizen. Hoe heb je je ploeg daarop voorbereid? We hebben eigenlijk ons meer voorbereid vanuit de laatste wedstrijd. Dus dat was Almere, waarin wij gewoon een hele goede eerste helft hebben gevoetbald. Waarin we wel over de hele wedstrijd niet goed verdedigd hebben. Dus dat hebben we meegenomen voor de trainingsweek. En vooral daar veel aandacht aan besteed. Dus vooral teamfunctie verdedigen, maar hoe we dat gaan doen. Waar denk je vandaag het verschil te kunnen maken met jouw ploeg? Nou ja, kijk, je gaat het over verdedigen hebben, terwijl dat je met alle respect tegen de onderste speelt. Dus waarschijnlijk zullen we wel veel aan de bal moeten zijn en zullen we doelpunten moeten maken vandaag. Maar nu hebben we een aantal wedstrijden gehad. Hè. Als je dan zegt van we moeten winnen, dat wij in sommige wedstrijden gewoon bijna 4-5 goals moeten maken om te winnen. Ja, en ik denk dat de combinatie gewoon beter moet. Dus het veldspel was vorige week goed, dus dat moeten we zo houden. De kansen moeten we meer afmaken, dat we wat meer rust krijgen. Maar we moeten er ook aan werken dat we gewoon de nul kunnen houden. En dat betekent goed verdedigen. En dat hebben we vorige week een beetje nagelaten. Oké. Gezien de ranglijst is er een gaatje geslagen met de eerste 5. DVS nu 11 punten uit 8 wedstrijden. Het komende programma voor DVS is Capelle uit, IJsselmeervogels thuis en dan Vocht weer uit. Hoe belangrijk is een resultaat vanmiddag dan? Ja, net zo belangrijk als vorige week. Ja, inderdaad. Ja, dus kijk, vorige week had je wat aansluiting kunnen houden. Dat is helaas niet gelukt en onnodig niet gelukt. En dat moeten we vandaag weer rechtzetten. Maar aan de andere kant is het ook zo van, we moeten niet op basis van de ranglijsten iedere keer berekening gaan maken. Wij moeten dus gewoon in bepaalde dingen, moeten we nog beter worden en gaan groeien. En dat moet dan ook resulteren in betere uitslagen tegen welke club dan ook. Dus ook tegen de hoog geclasseerde clubs straks. Zullen we ook gewoon moeten kunnen winnen. Dus daar zijn we druk mee bezig. Oké, en met welke 11 ga je vandaag starten? Wij starten met Paul op de goal. Joran gaat, Van Santen gaat rechtsachter spelen. Mohamed centraal samen met Basiel en Roald linksachter. Heidi gaat met de punt achter spelen. Koen rechter middenvelder. Joran linker middenvelder. Nee, dat zeg ik fout. Kai linker middenvelder. En Joran gaat met de punt naar voren spelen. En twee spitsen met Maurice en met Frank Heus. Oké, duidelijk. Voordat ik je ontzettend veel plezier en succes ga wensen, wil ik je nog een vraag stellen. Wat vind je van onze nieuwe plopkap? Wat is dat ding? Dat is dat ding, ja. Ah, dat is fantastisch, man. Fantastisch. Het gaat een stuk beter zo, hè? Ja. Succes, Roeland. Komt het geluid ook beter door. Ja, inderdaad. Ah, dankjewel. Succes. Dankjewel. Eerste balcontact is een feit. Maurice de Ruiter op Hayri Pinassi. Richting Frank Heus. Vandaag de wedstrijd op programma. DVS 33 tegen SV Huizen. Balbezit voor DVS. Hayri Pinassi, die er weer bij is. Frank Heus, Hayri Pinassi. Goeie bal daar op Maurice. Maurice legt de bal klaar voor. Frank Heus die kan daar net niet bij, want die wordt goed verdedigd. Goed begin van DVS hier. Roald de Vries. Joran Pot. Koen Vloedgraven. Joran van Santen mee naar voren. Mooie poort daar. Komt die voorzet. Frank Heus kan gaan schieten. Die bal die zet een rare curve aan. Basiel Camara. Valt die bal ertussen. Ja, die valt op de voeten van Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter gaat de 16 meter binnen. Gaat schieten. Schotje. Maurice de Ruiter. Huis is nog steeds in de aanval. Klaassen. Gaat die voorzet geven. Komt op het hoofd van de nummer 11. Eikemans, maar die kopt de bal over de goal van Paul Epping. Bal op het hoofd van Hayri Pinassi. Komt bij Eikemans terecht. Eikemans gaat heel makkelijk daar Koen Vloedgraven voorbij. Staat gelukkig Paul Epping goed opgesteld om deze bal te pakken. Klaassen met een peer naar voren in de richting van Eikemans. Moet Basiel Camara achteraan.
Eikemans in balbezit. Geeft de bal aan Edwy. Edwy scoort hier de 0-1 voor Huizen. Nou. Huizen komt in de vijfde minuut van de tweede helft op een 0-1 voorsprong. De Graaf op zijn gezicht. En als je kan overnemen, gaat Maurice de Ruiter vandoor. Wordt heel erg vastgehouden. Scheidsrechter. Ik wou zeggen, het is nu wel tijd om die vrije trap te geven. Robert de Vries. Schiet die bal in de hoek, maar die keeper zit daar goed bij. Joran van Santen. Met z'n tweeën daarheen, maar Benjamin Réunion houdt daar sterk balbezit. Bal tussendoor op Kajfelda. Kajfelda moet gaan schieten. Schiet de bal. Net een metertje of wat over de goal van Jan Verkerk. Roald de Vries. De Vries met de voorzet. Achterin is daar Rico Wolven. Brengt de bal opnieuw in. En precies in de handen van de keeper gekopt door Basile Camara. De bal valt daar weer voor die voeten van die Irvi Edwy. Gaat die bal 16 meter binnen. Kan worden uitverdedigd door zo'n gevaarlijk schot van Huizen weer. Gevaarlijke bal daar. Gaat die bal daar komen en die schiet hem over die nummer 20 Desmond Mensen. Joran Pot. Voorzet daar. Maurice de Ruiter. Hensbal. Ja. Geconstateerd door de scheidsrechter. Penalty voor DVS. Maurice de Ruiter. Op de paal. Dat kan er dan ook nog wel bij in zo'n wedstrijd. Harry Pinassi. Joran van Santen. Joran van Santen, niet gaan lopen daar. Balverlies. Huizen schakelt om. Hensbal. Harry Pinassi. Joran Pot. Maurice de Ruiter. Goeie bal daar op de vrijstaande Kajfelda. Kajfelda de 16 meter binnen. Die bal valt daar precies verkeerd op Denisha Bassebeen. Irvi Edwy. Gaat de 16 meter binnen, komt hij nummer 21. LBA wordt goed verdedigd. Schiet op de lat. Maurice de Ruiter, op karakter. Gaat Benjamin Roemion er vandoor. Scheidsrechter geeft goed voordeel. En hij wordt geschopt. Dat is opnieuw een penalty. Eerst hier al de overtreding. Scheidsrechter geeft goed voordeel. Krijgt DVS opnieuw de kans door middel van een penalty om gelijk te maken. Doordat Benjamin Roemion neergelegd wordt binnen de 16 meter. Blijft eerst goed op de been nadat het al buiten de 16 gebeurde. Laat zich binnen de 16 meter vallen. Ja. En opnieuw een penalty voor DVS. Roald de Vries neemt zijn aanloop. Schiet die bal keurig in de hoek. En zorgt in ieder geval dat DVS op een 1-1 gelijke stand komt hier. Maar er is nog tijd om misschien meer te halen voor DVS. Doelpunt gemaakt door Roald de Vries uit een penalty. Rudy Edwy heeft ineens geen kramp meer daar. Hij gaat daar... Wordt daar goed verdedigd. Basile Camara. Bal voor de voeten van Roemion. Roemion wordt weer vastgehouden. Maar mag door in de ogen van de scheidsrechter. Kajfelda. Kajfelda met veel ruimte voor zich. Kijken of het de volle winst kan worden nog. Basile Camara legt de bal klaar voor Roemion. Vlag blijft omlaag. En DVS gaat hier met de winst vandoor. Ongelooflijk. Maar ze trekken het in de laatste minuut van deze wedstrijd recht. Geen buitenspel. Ik heb niet gezien wie er gescoord heeft. Maar
Ik hoor Shabas. Shabas zet DVS hier op een 2-1 voorsprong. En dat kun je wel zeggen, dat is safe by the bell. Paul Epping. Met de bal richting Maurice de Ruiter. Bal over de zijlijn. En daar blaast de scheidsrechter voor de laatste keer deze middag. DVS. Ja, die maakt het in de slotfase. Echt de allerlaatste minuut van de wedstrijd maken ze het af. En gaan ze er toch nog hier met de volle winst vandoor. De volle 3 punten blijven hier in Ermelo. Door een 2-1 overwinning op Huizen. Zo kort na de wedstrijd, zoals u van ons gewend bent, gaan we deze wedstrijd analyseren met beide trainers. Henk van der Pol, van harte welkom. Dankjewel. Fijn dat je je medewerking aan wil verlenen. Roland, welkom. Henk, met wat voor gevoel sta je zo hier kort na de wedstrijd? Noemen ze dat een K-gevoel? Ja, ja, dat kun je wel zeggen voor jou. Nee, tuurlijk. Dat is, kijk, we hebben als ploeg hebben we goed verdedigd, laat ik het zo zeggen. We hebben na de 1-0 verzuimd om de 2-0 te maken. En dan weet je dat het een wedstrijd blijft. Ja, ik denk natuurlijk, DVS heeft een uitstekende voetbalploeg. Wat een plan om ze via een bepaalde kant te laten komen en daar vanuit uit te stappen. Nou, dat lukte vrij goed. We hebben met 3 verdedigers gespeeld vandaag tegen hun 2 spitsen. Dat plan lukte goed. En ik denk wel dat we op een gegeven moment, ging het geloof er bij DVS ook een beetje uit, zag je dat? En tot ze die penalty kregen eigenlijk, zeg maar, die eerste penalty kregen. En toen kwam er weer een beetje spirit bij DVS in het team. Ja, dat maken wij wel echt, want we hebben 2 keer over dezelfde bal op het moment dat hun scoren. En dat, we zijn in balbezit dan nog te onrustig, laat ik het zo zeggen. Oké, duidelijk. Roland, door het oog van de naald, mag ik dat zeggen? Ja, voor deze was het wel, denk ik. Maar goed, vorige week vind ik dat we veel te weinig hebben gekregen. Dus zo af en toe moet je ook eens een keer een beetje geluk hebben. En nou, ik vind dat we dat nog niet echt hebben gehad dit seizoen. Maar goed, kijken naar de wedstrijd, Henk zegt terecht van het plan wat hun hadden, dat pakte gewoon goed uit. Ik zeg altijd, als een tegenstander een plan heeft, dan moeten wij daar een antwoord op hebben. En wij kwamen gewoon, de eerste helft kwamen wij regelmatig gewoon dat onze spitsen 1-op-1 stonden. En vooral op de momenten dat hun doorstapten, gingen drukken. En er stond gewoon continu zonder spitsen 1-op-1. En dan moet je eigenlijk gewoon wel sneller de spitsen bedienen. En vooral als wij de bal veroverden. Dat waren vooral momenten dat we dan diep moesten spelen. En daar kozen we te veel voor om dan toch weer de bal te houden, rust te bewaren. Ja, en dan kom je dus iedere keer eigenlijk in hetzelfde plannetje wat hun dus wouden. Dat je boven 1 kant komen. Dus iedere keer dezelfde speler komt dan in balbezit. En dan gaan we steeds hetzelfde doen. En daarin moet je dus variëren. En dat hebben we gewoon te weinig gedaan de eerste helft. Volgens mij hebben we wel mogelijkheden gehad. Maar niet echt 100% uitgespeelde kansen. Voor zover ik op dit moment even weet. Ja, dat was ook de reden dat we gewoon gingen wisselen in de rust. We denken van, nou, als wij met Benjamin wat meer snelheid voorop hebben. En dat we daarin wat meer kunnen variëren van 2 naar 3 spitsen. Met Maurice erachter en dan iedere keer doorkomen centraal. Of juist wegblijven centraal. Dan kunnen we wat meer creëren. En eigenlijk, volgens mij hadden we direct een grote kans. Direct naar rust. En daarna... zie je eigenlijk dat ook, kijk, alle respect voor hoe hun dat hebben gedaan. Hè. Ze waren echt ook meedogenloos in het duel. Ze zaten echt kort op. Vond ik mooi om te zien. En als je dan ziet hoe wij de goal weggeven, ja, dat vind ik dan heel slordig verdedigd. Dat was voor mij bijna een van de eerste ballen die echt tussen de palen was. En de situatie daarna, gaan we alles of niet spelen. En dan ballen erin pompen, Basiel mee naar voren en dan ontstaat er dan toch wel wat. En ook na de penalty van Maurice natuurlijk. Kan ik alleen maar een groot compliment maken naar mijn ploeg dat ze niet hebben opgegeven en dat ze door zijn gegaan. Komt er nog een penalty. Goede keuze. Roald is als tweede man daarin. Maakt hem wel. En toen was er heel even contact van wat gaan we doen. Gaan we door of gaan we niet door? En toen hebben we eigenlijk gezegd van nou, we gaan door in die organisatie. En dan levert het toch weer wat op. Dus door het oog van de naald. Maar ook complimenten naar de groep dat ze niet hebben opgegeven. Oké, duidelijk. Dan blijft het lang 0-1. Ja, en dan valt het nog toch nog. Ja, dat gevoel. Ja, hoe komt dat over bij zo'n ploeg?
Nou, kijk, de positie waar wij staan natuurlijk, dan heb je dit veel eerder dan je wat hoger staat. Maar ik vind niet dat je als team medelijden met jezelf moet hebben. Kijk, je weet dat je tegen DVS speelt, een goed voetbal aan het elftal. Je weet dat je dan, dan moet je, als eerste moet je in de organisatie gewoon goed gaan staan. Want als je dat niet doet, dan ben je denk ik kansloos tegen zo'n ploeg. Ja. Alleen wij moeten aan de bal wel veel meer gaan brengen. En je ziet ook bij de 1-0 moeten we gewoon die stift van Mensen en de schot op de lat van Vloen. Die moet je dan killen en afmaken en is de wedstrijd klaar. En dat gebeurt ons wel. Vorige keer Scheveningen ook. We krijgen zelf de kansen. En aan de andere kant ligt hij erin. En hun killen wel de 2-0 en is de wedstrijd over. En dat hebben we zelf ook. Dat hebben we onszelf, daar hebben we onszelf tekort in gedaan. En ik vind na de 1-1, we schakelen gewoon totaal niet terug. Dan blijven we gewoon 5 en een cornerbal van onszelf. Ja, blijven er gewoon 5 staan. De bal valt uit. En we staan er gewoon niet tussenin weer. We haken weer niet af op middenveld. Dan hebben we de bal gewoon. Dan krijgen we die laatste goal ook nooit tegen. Maar dat zijn, we moeten ons zo wel op een hoger niveau ook pijn leren doen. Zo simpel is het. Vorig jaar wonnen we zulke wedstrijden, nu verliezen ze. En dan vind ik, als groep zijnde moet je gewoon je rug recht. En we hebben nog 50 wedstrijden. Als we zo doorgaan, gaan we dat ook zeker doen. Oké, duidelijk. Volgende week spelen jullie tegen? Jong Groningen. Oké, heel veel succes daarbij. Roland, volgende week? Jeetje, ik ben er even niet bij. Capelle. Ik zit nog steeds aan die wedstrijd te denken. En ik zit nog steeds te denken van het verschil met vorige week, hè, met Jong Almere City, dat we daar eigenlijk een totaal andere wedstrijd. Hè. Nu heeft de tegenstander een goed plan. Moeten we er verdedigend doorkomen. Dus door een goed georganiseerde organisatie, laat ik het zo zeggen. En vorige week komt de tegenstander wel iets meer af, komt iets meer ruimte. Dus zo zie je ook maar weer van het verschil in wedstrijden, het verschil in tegenstander. En nogmaals complimenten naar de tegenstander vandaag. Maar goed, daar kunnen ze ook niks mee natuurlijk. En wij zijn wel blij natuurlijk dat we toch vanuit opportunistisch spel toch wat hebben gecreëerd. En volgende week Capelle hoor ik net. Ik heb mijn hoofd nog niet goed leeg. En morgen even genieten en dan maandag weer verder. Nou, geniet ervan. Henk, bedankt voor dit interview. En succes verder. Graag gedaan. Roland, succes. Succes, man.